Goedemorgen allemaal. Goedemorgen. Nou, daar zijn we weer gezellig. Ik ga heel even kijken. Ja, mijn beeld staat goed. Dat is fijn. Ik ben ook benieuwd of het bij jullie ook goed staat en goed te horen is. Want dat is natuurlijk wel zo handig. Goedemorgen Anne en Marieke, Marie, als ik het goed uitspreek. Of Marij, kan natuurlijk ook. Ali zie ik al voorbij komen. Oh, Marieke toch. Ja, ik zou zeggen, ga lekker met mij meekijken. Twijfel je over alle vier? Of over een aantal ervan? Goedemorgen Marion, gezellig. Ah, fijn. Nou, ik zit namelijk op een iets ander plekje dan normaal. Want het zonnetje schijnt weer lekker binnen. Dus ik ben eventjes bij het andere bureau gaan zitten. Dus dan moet ik het wel even van lampen hebben. Maar dan zit ik in ieder geval niet met de schaduw. Dus volgens mij is dit wel goed zo. Goedemorgen. Hallo Bente. Good morning. Oh, bij alles stond het geluid nog uit. Nou, wij gaan vandaag weer gezellig aan de slag. En het is natuurlijk altijd weer, goh, wat zal ik deze week weer eens gaan doen? Want ik wil jullie natuurlijk wel, ja, verschillende dingen laten zien. Vandaag ga ik gewoon lekker iets met jullie uitproberen. Dus ik zou zeggen, kijk gezellig met me mee. Als basis ga ik gebruik maken van het Do-It-Yourself blok. Dat is een van de nieuwste Essentials blokken van StudioLight. En nou ja, jullie hebben het ongetwijfeld al voorbij zien komen. De Vintage Roses. Die is geïnspireerd op de JMA collectie. En ik zal hem nog heel snel eventjes doorbladeren. Maar de meeste hebben hem denk ik al wel gezien. Het zijn eigenlijk allemaal verschillende ja, papieren, kleurstijlen. Die al eerder in de collecties voorbij zijn gekomen. Soms niet exact hetzelfde. Net als deze. Die hebben we niet exact dit design gehad. Maar wel al met de kleurstellingen en de soorten bloemen. De tickets. Dat groene wat je helemaal in het begin voorbij zag komen. En die komt hier ook weer aan. Dat is wel een achterkant van een vel die eerder in de New Awakening zat. Nou, en zo is hij dus helemaal op JMA geïnspireerd. En heb je dus ook weer van die leuke kaartjes. Labels zitten erin. En allemaal verschillende die-cuts. Nou, jullie zijn gewend dat ik daar ook nu weer wat uit heb gehaald. En dat had ik al even verklapt. Want Marion, die is onder andere mijn ATC-maatje. En daarnaast ook Elise, want die had ook graag mee willen doen. Dus daar maak ik er ook nog eentje voor. En bij Marion heb ik gebruik gemaakt van dit blok. Ik ben eigenlijk wel benieuwd of die al binnen is gekomen. Maar ik denk het nog niet. De post die zal nog wel onderweg zijn. En dan verwacht ik dat die morgen ook nog niet komt. Want dan is Koningsdag. Dus ik hoop dat die deze week dan bij jou wel aankomt. Ik had ATC-kaartjes gemaakt voor Anita. En die waren ook anderhalve week onderweg. Dus we moeten niet te snel in de stress schieten, denk ik. Toen dacht ik, als we hier nou een soort cirkels mee gaan maken. En volgens mij heb ik jullie al een keer eerder verteld over ATC-coins. Eigenlijk is het praktisch hetzelfde als een ATC-kaartje. Alleen maak je hem dan rond. En ik meen, en ik had hier wel een liniaal klaargelegd, dat er een officiële maat staat van 6,4 centimeter doorsnee. Nou, deze cirkel van mij is 6. En deze, oh ja, deze. Deze heeft dus de maat van de officiële coin. Wat ik ga doen, is niet alleen die maat maken. Ik wil gewoon verschillende cirkeltjes gaan maken met het designpapier. En die vervolgens op een inktachtergrondje verwerken. Dus we gaan samen kijken of dat wat is. En voor degenen die benieuwd zijn welke cirkelmallen ik gebruik, dan, die had ik hier klaargelegd. Alleen ik bewaar ze niet in de verpakking. Dat is deze. Die zijn van Crealis. En die hebben dus zo'n, ja, een beetje zo'n oude rand. Een beetje zo'n, alsof die gescheurd is, zeg maar. Wat je ook ziet in het malletje van de ATC-stans. Die in de Inner Peace collectie van JMA zat. Daar heb je zo'n binnenste opleg. En die heeft ook zo'n randje. Daar lijkt het een beetje op. Zo'n oude rand. Nou, die gaan we dus mooi eventjes in eerste instantie wat papiertjes voor kiezen. En uitstansen. Nee Marion, dat dacht ik al. Daar kun jij niks aan doen. Maar weet dat ze onderweg zijn. Nou, kijk, ik ben helemaal dol op dit blaadje. Echt. Oh oh. Ja, dat wordt nou wel een dingetje, want dan moet ik gaan kiezen. En in kiezen ben ik niet zo heel goed. Ik denk dat ik een beetje roze-blauw tinten wil gebruiken. Kijk, deze is ook mooi, hè? Die achterkant. Want ik wil namelijk die die-cuts daar vervolgens op gaan gebruiken. Nou, we gaan eens even kijken. Ik denk dat ik hier wat cirkels uit ga halen. Dan pak ik eventjes... Ik heb wel mijn snijapparaat, maar hij moet toch door mijn stansmachientje heen. Ja, als er een heel blok van dit design uit zou komen, dan... zou ik het wel weten. Die kleuren zijn zo mooi. Mooi papieren, Gerry. Ja, vind ik ook. Ja, en Marion, ik heb die cirkels ook in het... nou ja, dan zijn het dus geen cirkels meer. Maar ik bedoel, ik heb die oude rands ook in de ovaal. Die zijn echt... echt heel leuk. En je hebt meteen heel veel maten, hè? Dat is wel handig altijd. Even kijken. Ik ga even spieken of ik die door mijn kleintje heen kan halen. Ja, gelukkig. Gelukkig. Nou, dan gaat mijn beeld zo wel even wiebelen. Maar daar kan ik helaas niet zoveel aan veranderen. Ik doe mijn best om niet te hard te draaien. Heb ik nou al een goedemorgen iets gezegd? Ik weet het gewoon niet meer. Ach ja, anders gewoon een keer extra, toch? Ja, Sonja, ik herken dit heel erg wat je zegt. Ik heb ook zoveel papier nog wat ik heb liggen. Ik moet zeggen dat ik dat ook wel steeds vaker doe hoor. Dan doe ik het gewoon opnieuw combineren met papier wat ik al had. Want dat blijft natuurlijk ook gewoon hartstikke mooi. En zeker met dit blok, dat vind ik wel echt heel leuk, is dat je eigenlijk van alles met elkaar kunt combineren. En dat zie je, dat nu eigenlijk verschillende kleurstijlen bij elkaar zitten. En je hebt natuurlijk ook meteen de die-cuts erbij. Dus dat is wel echt leuk. Zo. Even kijken. En nou heeft hij aan de achterkant een beetje dat bruinige. Dat vind ik ook wel leuk. Dus daar haal ik dan nog een klein cirkeltje uit. En dan doe ik nog een kleiner maatje. Ik moet toch nog wat jaren bestellen, want ik krijg haptic. Ja, dat is er, Emmy. Oh. Nou ja, het is gelukkig wel een goede verslaving, zullen we maar zeggen. Maar het is heel herkenbaar. En ik moet hoognodig opruimen. Dan ben je aan het opruimen en dan vind je allerlei leuke spulletjes. Dat je denkt, oh ja, die had ik ook nog. Zo, nou. Oeps. Biertje leg ik even aan de kant. En dan wil ik voor deze maat nog een cirkeltje. En dan ga ik even kijken of ik dat uit hetzelfde papiertje doe. Nee, dan wordt het druk. Ik hou het bij dezelfde. Als jullie vragen hebben, geef even een geel. Nou ja, typ je vraag even, want een geel hoor ik natuurlijk niet. Want dan kunnen we natuurlijk even helpen. Zo. Kijk, en je ziet nou natuurlijk in die cirkels niet helemaal de bloemen, hè? Maar ik vind de kleur gewoon ook mooi als achtergrond. Even kijken, bij deze ga ik het trouwens anders doen. Daar ga ik de cirkeltjes nog niet stansen. Ik ga je zo laten zien waarom. Dan teken ik hem even af. Dat hoeft niet precies hoor, maar dan weet ik ongeveer waar de lijntjes zitten. En dan gaan we deze eerst beplakken en daarna stansen. Want dan valt hij mooi in de binnenkant. En dan doe ik dat ook nog even met één grotere. Zo. Oké, nou, dan gaan we eens even verschillende duikels erbij pakken. En dan ga ik eigenlijk gewoon een beetje hem opbouwen. Dus ik ga een soort van mini collage maken. Spieken of ik iets heb gemist. Even kijken. Weet iemand de plaatjes? Of de plaatjes? Weet iemand of de plaatjes van de snijmachine van Vasa ook op de kleine van Sissix past? Dat durf ik je niet te zeggen. Ik weet ook niet of je de platen heel erg moet willen combineren. Want ik weet niet of ze qua dikte exact hetzelfde zijn. Die van Vasa zijn wel gewoon los te bestellen. En volgens mij die van Sissix ook. Ik ga even kijken hoe ik mijn blokje zo in beeld kan leggen. Dat jullie mee kunnen kijken naar mijn plaatjes. Nou, ik ga nu in eerste instantie gewoon wat verschillende dingen eruit halen. En ik combineer eigenlijk wat grotere plaatjes met wat kleinere. Nou, dit is echt een favorietje. En dat is lastig, want daar ben ik dadelijk al doorheen. Ik heb daar nog zoveel ideetjes mee. Nou, wat knoopjes vind ik ook altijd erg leuk. Maar die kleine machientjes, die zijn echt... ideaal, ja. Ik zie al in de reacties dat jullie hem ook vaak gebruiken. Nou, en het is voor met de live ook gewoon heel handig. Want dan ja, kun je gewoon ter plekke iets extra stansen. Hè? Nou, ik zat natuurlijk een beetje in de roze-blauwe getinte. Dus daar kijk ik onder andere naar. Ja, de embossingmatjes zijn inderdaad ook los te bestellen, ja. Dat klopt, want die zitten ook niet standaard bij jouw basispakketje, bij die van Vasa. Althans, misschien nu tegenwoordig wel, maar toen ik hem kocht niet. Kijken. Nou, je kunt die plaatjes natuurlijk heel goed in gedeeltes gebruiken. Dus dan laat ik dat zo zien. Ik doe soms gewoon... een afbeelding doormidden. Nou, ticket. En dan gaan we dadelijk gewoon eens vast wat schuiven. Even kijken. Nou, ik leg deze even aan de kant. We kunnen altijd dadelijk nog wat bijpakken. En dan beginnen we eens eventjes met die cirkels hierbij leggen. nou, wat ik al zei, je gaat natuurlijk een beetje over jouw bloemen heen op de achtergrond. Maar dat is niet erg. Die valt daar een beetje weg. Kijk, en die stans die ik al heb uitgesneden, die kan ik natuurlijk ook prima plakken en dadelijk nog een keertje mijn randje erop leggen. Nou, ik wil hier nu niet te scherpe randen. Dus ik ga gewoon een beetje schuiven. En op die manier plak ik eigenlijk wat dingetjes zo over elkaar. Dan heb ik alleen mijn kleine schaartje ergens onder gelegd. Oh, hier, ik zie hem al. Het is al wel meteen een rommeltje, hè? Kunnen jullie het wel goed zien? Ondanks alle spulletjes. Oh, kijk. Dankjewel, Tiet. Zo. Toch is dit ook, het is wel heerlijk, hè? Ik denk dat ik trouwens net buiten beeld zat. Mijn excuses. Ik knip eigenlijk even een klein beetje dat blaadje iets verder uit. Kijk, en dan ga ik dat bingo plaatje ga ik eigenlijk gewoon een beetje overlappen. Alleen dan vat de achtergrond net wat meer op. Dan krijg je wat meer contrast qua kleur. Zo. En nou had ik, en die heb ik er volgens mij niet uitgehaald. Ik pak die heel even uit het blok. Kijk, er zitten ook van die ovalen, ja, ovalen in. Ik weet niet hoe ik het anders moet noemen. Hebben jullie een idee? En die ga ik er dus ook in gedeeltes achter gebruiken. En dat vind ik ook altijd wel fijn om wat contrast te krijgen. Nou, die doe ik gewoon een stukje van afknippen. Want dan kan ik het andere stukje weer bij een ander cirkeltje gebruiken. Want je ziet hem tenslotte toch niet helemaal. Nou, en dan hebben we hier nog een knoopje. En ik schuif het er nu in eerste instantie, leg ik het er gewoon even op. Dan ga ik even kijken bij die andere. Misschien dat ik nog iets verander. En dan ga ik die vast dadelijk vastplakken. Ik maak hem dus niet helemaal vol. Ik kan er altijd nog iets aan toevoegen. Ik ben alleen even aan het kijken of jullie dit goed kunnen zien. Of dat ik hem iets moet inzoomen. Dit kleine apparaatje neem ik altijd mee op vakantie. Ik ook. Heel fijn. Nou, dit bloemetje, die vind ik zo ontzettend leuk. Maar die wil ik eigenlijk liever op een wat donkerdere cirkel. Want dan valt die gewoon mooi op. Ik denk dat ik die misschien op één maatje groter had gewild. Wat we wel kunnen doen, is hem schuin. Oeh, dat is ook wel leuk. En dan twee cirkels in elkaar. Even kijken of ik dit toevallig een beetje aansluitend kan doen. Want ze zijn natuurlijk net iets anders, omdat het een andere maat is. Dus ik kan nooit helemaal aansluitend. Maar als ik hem nou zo zou doen. Dat is wel grappig, denk ik. Nou, doe ik hier heel eventjes voor mijn bloemetje de puntjes eraf knippen. Oh, ik kan er wel heel even iets onder leggen. dat de kleuren wat beter zichtbaar zijn. Ik knip heel even deze een stukje verder uit. En dan leg ik gewoon even mijn Mix Media mat eronder. Dan hebben we wat meer contrast. Want die had ik namelijk al wel klaargelegd. Zo. Dan kan ik heel eventjes dit een beetje naar boven schuiven. Voordat ik het eigenlijk allemaal door elkaar haal. Zo. Kijk, dat is denk ik beter zichtbaar voor jullie. Even kijken, dan gaan we die randjes nog wel heel even beïnkten. En die had ik in eerste instantie, had ik dat matje er al meteen op gelegd. Maar ja, dan denk ik, als jullie dan binnenkomen, dan is het leuk als er een beetje een gezellige achtergrond ligt. Maar ja, soms is dat eigenlijk juist moeilijker zichtbaar, hè? Goed dat jullie het even aangaven. Zo. Nou, deze ga ik vast plakken. En dan kunnen we daarna verder. Nou, ik doe dit in dit geval gewoon met lijm. Kijk, als ik grote stukken ga plakken, dan doe ik het vaak met tape. Maar deze kleine stukjes kunnen prima met lijm. Dit is niet de computer, Linda. Het piepje is uitgezet. Zo. Deze aan die kant. Nou, er zijn wel weer echt prachtige ATC's gemaakt van jullie. Echt super leuk. En volgens mij vindt iedereen het ook wel ontzettend leuk om te doen. Het is ook wel gewoon ook leuk om post te ontvangen, toch? Nou, er komt natuurlijk weer een nieuwe swap aan hierna. Janine en ik gaan nog even overleggen welke we dan gaan doen. Maar er zijn genoeg ideetjes. Dus ja, jullie mogen wel in de reacties even typen of je zelf een ideetje hebt wat je leuk zou vinden om uit te wisselen. Wil je bij ATC kaartjes houden? Of wil je liever... Vind je het leuk om het eens een keer af te wisselen? Kunnen we dat misschien weer even meenemen? Even kijken. Ik had hier ook nog... wacht. Tickets klaargelegd van 49 Markets. En ik denk dat die in dit geval wel leuk gecombineerd kunnen worden. Ja. ATC met een thema. Oh, dat is ook heel leuk. Bedoel je dan een thema in de zin van kleuren? Of meer van bijvoorbeeld bloemen? In die, op dat, zeg maar, zo'n soort thema. Want wat we natuurlijk wel willen proberen is iets te doen waar de meesten wel een beetje spulletjes van hebben. Omdat het natuurlijk sowieso al, ja... met JMA producten is, of in ieder geval gedeeltelijk. En niet iedereen heeft natuurlijk allerlei kleurstellingen. Kijk, laat hem heel eventjes zo zien. Want ik weet niet of jullie de diepte ook kunnen zien. Dat is nummer 1. Ik laat aan de linkerkant het gewoon open, want ik ga hem natuurlijk op een creatie verwerken. Dus ik wil ook niet... dat het te druk wordt. Zo. Ja, dat is deze. En dan gaan we daar ook nog wat kleine dingetjes bij doen. Die hou ik gewoon iets rustiger. Ja, met een groot en een klein knoopje. Dankjewel Marion. Ja, ik moet een beetje doorwerken denk ik, want ik wil ook nog met jullie dit op de achtergrond maken. Ik had hem eigenlijk zo, hè. Ik ga hem toch zo doen denk ik. En dat is leuk, hè. Je kunt gewoon terwijl je bezig bent gewoon dingen denken van, oh, eigenlijk vind ik het op die manier leuker. Zo, nou, dan hebben we er al twee. Dan had ik er hier nog die ik had afgetekend. En dat zijn kleintjes. Dus daar moeten we ook wel echt kleine plaatjes voor gebruiken. Een stukje ticket erbij pakken. En een stukje postzegel. Alleen ik kan het beginnetje niet vinden. Oh, ik gebruik deze kleur zo graag. Die is echt goed te combineren. Nou, die witte randjes doe ik even een beetje inkt geven. Kijk, hier ga ik nu gewoon even op plakken over de randjes heen. Dus dit is voor jullie misschien een beetje gek om te zien. Want ik heb natuurlijk mijn potloodstreepje. Nou, als ik nu dit moet aangeven met mijn postzegel, dan loopt mijn randje tot hier. Dus eigenlijk een groot gedeelte van die postzegel zullen we dadelijk niet meer zien. Maar die komt natuurlijk wel in zicht. Zo. Ja, precies. Dit is heel leuk. En ik maak dit echt heel graag. Ik vind het soms ook leuk om dit te maken en dan in een boekje te stoppen. Als je bijvoorbeeld een klein albumpje hebt gemaakt. Even kijken. Ik zie dat Thea zegt, waarom niet iets met JMA-stempels? Bedoel je dat voor de ATC als thema? Of bedoel je dat nu? Want ik heb wel stempeltjes klaargelegd. Dat kan natuurlijk voor allebei de dingen. Ik ga nog heel even wat kleine plaatjes erbij pakken. Zo. Oh ja, we hebben ook nog van die hele kleine bloemetjes hierin zitten. Dus die zijn natuurlijk ook super geschikt. En nog een blauwe. Zet ik hem met mijn arm voor. Het is zo moeilijk om alles in beeld te krijgen, hè? Dat lukt bijna niet. Ja, ik vind dit dus, wat net ook gezegd wordt, voor restjes vind ik dit altijd heel leuk om te doen. Alleen dacht ik, nu, het zou wel leuk zijn om dit nog te verwerken ergens op. Dus dat gaan we even proberen. Dus deze plak ik toch hier. Zo. En dan gaan we die hier nog eentje plakken. Nou, dat zal niet heel veel worden, want dat is gewoon een heel klein cirkeltje die daaronder is. Ik weet niet of dat voor jullie te zien is. Het rondje loopt zo. Even kijken of ik daar iets achter wil. Ja, doe ik zo'n klein bloemetje achter. Nee, doe ik gewoon een klein blaadje achter. Dat doe ik. Nou, dan gaan we die eventjes door de stansmachine heen halen. En dan pakken we ons achtergrondpapiertje. Eens even spieken. Die komt daar. En die komt daar. Nou weet ik alleen niet of ik dit helemaal goed zo ga houden. Ik ga het even proberen, anders moet ik even een tapeje pakken. Maar die heb ik hier natuurlijk niet bij de hand liggen. Oh, het lukt denk ik wel. Gaan we weer even wiebelen. Niet zeeziek worden, dan mag je even wegkijken. Oh, helemaal goed Eva, gezellig. En smakelijk eten alvast. Kijk, nou heb je dus deze. En doordat ik hem eerst heb geplakt en daarna pas mijn standje heb uitgestanst, loopt die postzegel dus helemaal met die vorm van je cirkel mee. En dat vind ik altijd wel een heel mooi gezicht. Nou, dat is bij die ook. Ik ga natuurlijk dadelijk eventjes een gummetje pakken. Dus, dan hebben we nu deze cirkel, die cirkel. Ja, dan wil ik daarnaast gewoon een paar van die achtergrondkleur gewoon rustig zonder te versieren. Dus dan ga ik die nog eventjes eentje uit de achterkant stansen. En ik ben zo zuinig op dit papier, dus ik ga hem gewoon even ietsjes groter knippen. Maar dan hoeven we niet veel weg te gooien. En wat ik trouwens ook wel eens doe met van die hele kleine stukjes papier die ik nou overhoud. Bijvoorbeeld dit. Een snippet-rol maken. En volgens mij heb ik dat wel eens eerder laten zien. Wat ik dan met de naaimachine wel eens doe. Of ik maak er echt van die strookjes papier gewoon van. Dus bijvoorbeeld scheuren. En dan als achtergrondje zeg maar gebruiken. Dus dat je gewoon letterlijk, ik laat het gewoon even zien. Zo gewoon van je restje een stukje papier scheurt. En dan op de achtergrond bijvoorbeeld verwerkt. En als je er dan een bloemetje op doet, dit is nu even voor het idee hè. Kijk, dan geeft het meteen een ander zicht, maar gebruik je wel je restjes papier nog. Dus daar kun je je papiertjes ook heel goed voor gebruiken. Nou, ik ga dit even aan de kant leggen. En dan doe ik die plaatjes heel even een beetje wegleggen, want anders dan zien jullie zoveel in het zicht. Zo. Zo. En dan had ik een stukje aquarelpapier bedacht. Dat is die van Fase. Oh, deze die moet nog. Zie dat? Ik wilde dat bindelkaartje nog opnieuw doen. En dat wordt nu dus eventjes een beetje priegelen. Hier is die. Hoe die lijn zat. Daarom doe ik dat normaal dus liever eerst. Dan kan ik het beste vanaf de achterkant zien. Kijk, je ziet hier ergens dat hier zo'n wat zichtbaarder rondje is. Dat is zo moeilijk zien, hè? Nou, anders knippen we hem gewoon. Ik denk dat dat voor nu makkelijker is. Kijk, dan volg ik gewoon aan de achterkant die rondjes met mijn schaartje. Het is nu toch zo'n klein stukje. Nou, dan doen we weer met inkt. Opgelost. Zo, even kijken. Dan had ik bedacht om twee hele lichte kleurtjes oxide op de achtergrond te doen. En dat doen we niet veel. We doen gewoon een klein beetje. Even kijken hoor. Meer hetzelfde als snippets. Ja, inderdaad Marion. Dat is inderdaad wat ik bedoel. En zeker als je bijvoorbeeld die stempeltjes van de Essentials gebruikt. Deze bijvoorbeeld, uit de JMA collectie. Of die nieuwste, die heb ik hier ook liggen. Uit de Feelings of Freedom, deze. Daar zitten ook allemaal van die leuke nummers in, hè. Dus als je zo'n strookje papier hebt en je doet zo'n nummertje erop stempelen, heb je een superleuk zelfgemaakte snippet die je kan gebruiken. Oh, hoi Patricia, gezellig als je er bent. Even kijken, Thea, of je plakt strookjes op een vel papier, stand cirkels uit. Ja, dat kan zeker, dat is ook heel gaaf. En dat kan ook met washi-tape, hè. Ook erg leuk. Nou, ik heb natuurlijk mijn Mixed Media mat, dus ik doe dat gewoon hierop. En ik gebruik de Speckled Egg en de Lost Shadow. Gewoon hele lichte tinten. Nou, dan pak ik een beetje water. En daar dip ik mijn papiertje in. Wat ik al zei, komt niet helemaal precies, want ik wil dat het een beetje een achtergrondkleurtje geeft. Maar niet te veel. Dus ik wil hem ook niet helemaal bedekt hebben. Dat hij dadelijk als mijn cirkels erop zitten er net een beetje uitpiept als het ware. Snappen jullie dan wat ik bedoel? Een beetje eruit piept. Ik kan wel eens even een paar van die snippets maken straks. En dan maak ik daar een klein filmpje van. Is dat wat? Kijk, nou was mijn idee. Dit is nu natuurlijk nog een beetje nat. Ik heb wel een heattool hier. Om hier die cirkels op te gaan verwerken. Dus ik ga heel even kijken. Ik denk dat ik er nog wel ietsjes meer blauw in mag. En dan ga ik wat van die stempeltjes op de achtergrond doen. Gewoon hier en daar. Dus niet te veel. Nou, dan moet ik wel heel even lawaai maken. Maar dan moet ik heel eventjes de stekker van mijn heattool erin stoppen. Want ik had anders niet genoeg stopcontacten bij de hand. Omdat ik de iPad ook even aan de oplader wilde doen. Zo. Het aquarelpapier Petronella is van Fase. En ik gebruik nu heel weinig water. Dus ik heb nu gewoon de 200 grams gebruikt. En dan wel de witte. Die heet Intense White. Je hebt er ook eentje die is gewoon, ja, ook wel wit hoor. Maar die is net ietsje scheler. Dat is aquarelpapier van zichzelf sowieso wat sneller. En ik gebruik dan de smooth. Dus dat is dan eigenlijk de niet grove variant. Zo, dat is dat. Nou, dan ga ik eens eventjes brainstormen hoe ik het eigenlijk ga willen. Mijn papiertje kunnen we natuurlijk nog iets kleiner maken. Nou, en dat is ook een beetje waarom ik de gedeeltes van mijn cirkel rustig liet. Omdat ik het dan een beetje kan overlappen. Kijk, en ik dacht, het is wel leuk, denk ik, om wat van die rustige tinten erbij te doen. Ik denk dat ik nog zo'n rustig cirkeltje erbij ga stansen. Wat vinden jullie? Ik zal hem iets omhoog doen. En dan wil ik mijn achtergrond op een beetje, zeg maar mijn aquarelpapiertje straks op een beetje richting deze kleur, of het donkergrijs matten. Ja, hè? Geef meer evenwicht, hè? Vind ik ook. En dan valt de rest ook wat meer op. En dan wordt het eigenlijk ook niet te druk. Dan moet ik toch nog een keer wiebelen. Oh, jullie krijgen wel wat te verduren met mij. Met mijn gewiebel. Nou, ik probeer het in één keer in mijn papiertje te krijgen. En als er een stukje net niet helemaal gestanst is, is niet erg. Want dan valt het niet op, want die gaat dan toch onder een andere cirkel vallen. Dus stel je hebt net een papiertje nog over wat iets te klein is voor je cirkel. Niet erg. Dan heb je gewoon een stukje... Oh, bij mij zijn ze wel allemaal uitgestanst. Maar wat ik wou laten zien, stel dat je hier gewoon maar een 3/4 van de cirkel hebt. Dat dit er afgevallen is omdat je papiertje te klein is. Dan stop je die er natuurlijk gewoon onder, hè. Even kijken. Nee, die vind ik daar te groot. Dat is altijd leuk, hè? Dan weet je niet meer hoe je het had liggen. Ik had het net toch echt anders. Ik wil hem iets minder rond. Ja, vind ik ook. Ik vind het ook mooier met even. Deze is te groot. Die gaat weg. Doei! Maar ja, dan kom ik alsnog op 6 uit als ik deze erop doe. Zo, zo maken we er weer 7 van. Zo. En dan pak ik heel eventjes mijn stempeltjes. Zo is het mooi, hè? Ja, denk ik ook. Kijk, en dan wilde ik hier en daar wat van die stempeltjes doen. Moet niet te veel zijn, dus het zijn sowieso die kleine nummertjes. Ik heb mijn horloge niet meer omgedaan, dus ik heb geen flauw idee hoe laat het is. Ik pak heel even snel een acrylblokje. Ook officiële stempels op de achterkant en ook nog beschrijvingen liggen voor uitzendcoins. Oh, helemaal leuk. Helemaal leuk als je dat gaat plaatsen. Ik heb inderdaad ook een stempel voor achter op de ATC-coins. Is leuk, hè? Ik ga gewoon eens een keertje stempelen met de vintage foto. Die is natuurlijk dan niet helemaal scherp. Maar dat vind ik juist eigenlijk wel leuk. Oké, dan moet ik dit even onthouden. Zo. Normaal zou ik daar dan een foto van maken, bijvoorbeeld. Dan kun je het onthouden. Maar ja, gaat natuurlijk niet, want ik gebruik mijn telefoon. Nou, hij lag iets breder, maar dat is niet erg, want ik wil mijn stempeltjes nog. Nou, ik heb een of andere tik dat ik het dan met 3 dezelfde wil stempelen. Dus die komt nog daar. En dan gaan we deze er doorheen doen. Niet zat. Ik moest heel eventjes kijken wat jij nou zei. Oh dames, ik weet het al niet meer. Het is toch niet te geloven. Die hadden we maar een heel klein stukje. Nou, hij klopt niet helemaal, maar wel qua hoogtes. Dus dan kan ik de volgende stempeltjes nog pakken. Even kijken. Nou, Marion, nou ben ik... Oh, Petronella heeft een foto gemaakt. Oh, ik ben echt helemaal blij met jou. Dan mag je die foto straks wel eventjes sturen. Kijk, ik had ook van de watervaste inkt nog een bruine. Die heb ik de vorige keer volgens mij ook gebruikt. Dan wordt hij ietsje scherper. Ja, klopt inderdaad. De afmeting, als je het zou gaan opzoeken, uit mijn hoofd gezegd 6,4 diameter. Alleen, ja, ik heb heel vaak coins gemaakt. En eerlijk gezegd, soms ook gewoon verschillende maten aangehouden hoor. Dus natuurlijk ook gewoon een beetje wat je zelf leuk vindt. Dus als we dat een keer zouden doen als uitwisseling, helemaal niet erg als je dan net een iets andere maat hebt. Ik kan zeker ook mijn eigen live terugkijken, dat klopt. Maar weet je dat je eigen live terugkijken altijd een beetje gek is? Dan hoor je je stem in één keer anders en zo. Nou, ik ben daar inmiddels wel aan gewend. Ja, dat is altijd, hè. Als je dan aan het schuiven bent geweest, dan kun je dat nooit meer exact hetzelfde neerleggen. En dat moet natuurlijk ook helemaal niet, hè. Maar, ja. Ik denk dat het idee wel in ieder geval duidelijk is wat ik met mijn cirkeltjes wilde. Even kijken, wat wist ik nog? Ik vind dat er nog wel wat donkerdere stempeltjes bij mogen. En nou heb je bij die stempel ook deze cirkels. En dat denk ik dat dat wel leuk is, omdat we natuurlijk al cirkels hebben. Maar dan doe ik daar niet heel veel van. Dus gewoon hieronder. Kijk nou toch. Het wordt hier echt ontzettend donker. Ik denk dat het zo gaat regenen. En dan doen we dat ook hier. Stempel gerust over die andere heen. Want het valt namelijk toch allemaal bij elkaar dadelijk. Nou. Voor nu laat ik dit even zo. En dan ga ik zo even in mijn live terugkijken hoe ik hem had liggen. Want volgens mij was dat toch wel het leukst. Die was in ieder geval heel mini. En dan ga ik ze daarna plakken. Ik denk dat ik aan de onderkant hier een stukje ervan af ga halen. Dat die net ietsjes kleiner wordt. En de randen die ga ik wel vast even beïnkten. Oh Nancy, je kunt hem altijd terugkijken hoor. Geen enkel probleem. Nou. Deze gaat natuurlijk nou schuiven hè. Maar dat is niet erg. Zo. En dan ga ik even laten zien wat ik wilde doen. Met een mat laagje. En dan ga ik hem na de live plakken. En zo zie je dat je eigenlijk al die kleine stukjes uiteindelijk weer op een creatie kan verwerken. Misschien dat ik hem nog wel met een naaimachine een beetje een stikrandje ga geven. Nou had ik bedacht om uit dit blok een achtergrondpapiertje te pakken. Foto, superleuk idee. Ah, lief van jullie, dankjewel. Even kijken, dan leggen we die er vast even. Oeh, kijk nou. Oh ja, ik denk dat deze mooi is. Dus dan ga ik de achtergrond ietsjes kleiner maken, mijn aquarelpapiertje. En dan ga ik hem matten op dit blauwe velletje. Kun je dat zien? Dus eigenlijk komt het blauw van het papier dan weer een beetje terug. Nou, voor degenen die niet helemaal mee hebben gekeken. Het ligt nou niet helemaal goed. Mocht je net zijn ingestroomd. Want mijn cirkels zijn een beetje verschoven. Maar ik ga na de live die cirkels eventjes plakken. En even kijken of ik nog wat andere stempeltjes moet. Maak ik hem iets kleiner. En dan hebben we dus van onze coins een creatie gemaakt. Ik hoop dat jullie dit een leuk ideetje vonden. Heel graag gedaan natuurlijk. Gezellig dat jullie er weer bij waren. En ja, mocht je zelf dus aan de slag gaan met coins of met een andere creatie. Nou, zoals jullie inmiddels weten hebben we iedere zondag een Mindful Crafter of the Week. En nou ja, ik zou het onwijs leuk vinden, samen met mijn andere DT-maatjes, om weer hartstikke mooie creaties van jullie voorbij te zien komen. Dus ga daar vooral lekker mee door en niet twijfelen. Gewoon lekker plaatsen, want wij vinden dat hartstikke leuk. Dus ik kijk er naar uit. Heel graag gedaan. Ik wens jullie een hele fijne dag. En ik zou zeggen, tot de volgende keer. Dankjewel. Doei doei.